De Formule 1 is dit jaar druk aan het experimenteren geweest met de kwalificatie. Silverstone en Monza hebben we bijvoorbeeld al gezien. Naar Brazilië wordt er ook gebruik gemaakt van de nieuwe sprintrace format. Maar goed, hoe is de kwalificatie door de jaren heen veranderd en wat hebben we tot op het heden geleerd van de nieuwe sprintrace kwalificaties? De Formule 1 is altijd aan het innoveren en het experimenteren met de invulling van de raceweekenden en dan met name met de kwalificatie. Tot en met 1995 werd de grip bepaald door de two-session format. Hierbij waren er, nou, zoals de naam al doet vermoeden, twee kwalificatiesessies. Eentje op de vrijdag en eentje op de zondag. De coureur die na afloop van de tweede sessie de snelste tijd achter zijn naam had staan, pakte pole position. Een leuk idee op papier, maar in praktijk toch niet zo succesvol. Het was namelijk niet heel erg spannend om naar te kijken, zeker als de omstandigheden tussen de sessies door drastisch veranderden. In 1996 werd er een nieuw format geïntroduceerd, namelijk de One Hour Shootout. Hierbij mochten alle coureurs maximaal 12 ronden afleggen. Om op die manier dan weer de snelste tijd te proberen te behalen. Nou goed, het leek een leuk idee te zijn en een mooie oplossing voor de eerder geconstateerde problemen, maar viel in praktijk toch best wel flink tegen. Veel coureurs die bleven namelijk het grootste gedeelte van de kwalificatie in de garage staan, wachtende totdat de baanomstandigheden zouden verbeteren. Allemaal geen spektakel dus voor de fans. In 2003 ging men over op de one-shot qualifying. Hierbij kregen de coureurs tijdens de tweede sessie slechts één ronde om de snelste tijd neer te zetten. Dit format werd met enige veranderingen tussendoor uiteindelijk tot eind 2005 aangehouden. 2006 werd er wederom een nieuw format geïntroduceerd, namelijk de eliminatiekwalificatie. Hierbij werden de langzaamste coureurs steeds geëlimineerd tot er slechts 10 overbleven. Dit format werd met kleine aanpassingen tussendoor tot het einde van 2009 gehanteerd. Het huidige format, bestaande uit drie kwalificatiesessies, werd in 2010 ingevoerd. Nou, Q1 duurt 18 minuten, waarbij dan de 5 langzame coureurs afvallen. Q2 duurt 15 minuten, waar wederom de vijf langzaamste coureurs het veld moeten verlaten. En Q3 bestaande uit de overgebleven 10 coureurs die vechten dan vervolgens om pole position. De Formule 1 is echter nog niet klaar met experimenteren. Men is dit jaar tijdens een drietal van races namelijk begonnen met een trial van het sprintraceformat. Dit doet de Formule 1 omdat er veel jonge fans naar de sport zijn gaan kijken. De organisatie is bang dat deze jonge fans geen tijd of zin hebben om een race van twee uur te kijken... ...en hopen ze met een sprintrace van 30 minuten alsnog voor de televisie te kunnen krijgen. Of je telefoon of waar je dan ook op kijkt. Het sprintrace weekend wordt afgetrapt met een eerste vrije training op vrijdagochtend... ...waarbij de teams een uur de tijd krijgen om de auto gereed te maken. Op vrijdagmiddag begint dan de kwalificatie die de opstelling voor de sprint bepaalt... Op zaterdag trap men dan af met een tweede vrije training en dan in de middag is het tijd voor de sprintkwalificatie. Dit is een race van maximaal 100 kilometer die ongeveer zo'n 30 minuten duurt. En die sprintrace die bepaalt dan de startopstelling voor de Grand Prix op zondagmiddag. De sprintrace kwalificaties lijken tot op heden een grote hit te zijn. Want tijdens een normaal raceweekend worden de vrije trainingen op vrijdag door een aantal mensen overgeslagen... ...omdat deze, nou goed eerlijk is eerlijk, best wel redelijk saai te noemen zijn... Maar tijdens een sprintrace weekend is er daarentegen op alle dagen wel iets leuks te zien voor de fan, waardoor het een stuk interessanter is om te kijken. De eerste vrije training is door het korte tijdsbestek een stuk belangrijker, waardoor de coureurs direct de baan op gaan. De kwalificatie op vrijdagmiddag die trekt ook veel bekijks, aangezien de uitkomst veel invloed heeft op de rest van het raceweekend. Hoewel de tweede vrije training op zaterdagochtend misschien een beetje nutteloos is, zorgt de sprintrace kwalificatie wel voor de nodige sensatie. Het probleem is echter dat coureurs ja, vrij weinig risico durven te nemen, hoewel we het misschien in Monza het anders hebben gezien. Omdat ze weten dat ze hun hele raceweekend anders kunnen vergooien met een crash. Nou ja, eerlijk is eerlijk, tot op heden is dit format toch best wel een groot succes gebleken. De Formule 1 is daarom van plan om de sprintraces in de toekomst nog een prominentere plek in het seizoen te geven. Ja, hoewel de details nog niet helemaal duidelijk zijn, heeft Formule 1-topman Stefano Domenicali, al onthuld dat men achter de schermen enorm drukker mee bezig is. We verrijden dit jaar drie sprintraces. Na Silverstone en Monza zal er ook een gehouden worden in Brazilië. De reacties, de spanning en het ritmegevoel werken goed. We zijn het formaat momenteel aan het aanpassen, maar ik kan me goed voorstellen dat we wel zeven sprintraces zullen hebben. We denken, en dit is slechts een voorbeeld, aan een Grand Slam. Een extra titel zoals bij tennis. Wie de titel van de sprintraces en de wereldtitel wint, is de winnaar van de Grand Slam. Formule 1 heeft behoefte aan veranderingen en moet interessant blijven voor het jonge publiek. Ja, hoewel dit nieuwe format dus nog lang niet vaststaat, zou het dus zomaar zijn dat we in de toekomst twee kampioenen hebben. Een sprintrace kampioen en een wereldkampioen. Mocht de coureur dus beide kampioenschappen winnen, dan zou hij dus die Grand Slam titel krijgen. Nou goed, wat vind jij van dit idee? Laat het weten in de comments hieronder. En dat was hem dan, de GP Event Special van deze week. Vond je dit een leuke video? Laat het dan even weten in de comments hieronder. En vergeet je ook zeker niet te abonneren op dit kanaal. Hoi!